Wij gaan op zoek naar de Nightweaver in deze The Tormented Asylum. Ja, de droomwereld van het gekkenhuis. Kijk hoor. Oh, hier mogen we ook niet... Oh, gelijk grijze mist. Ja, lekker. Ah, nou, snel gevonden. We zijn buiten. My sister never told me. Oh, wat een grappet. So many ages wasted. Not your dreams. Oh, weet je, een standaard spooky. Lijkt een beetje op zo'n van The Witcher, zo'n... Ja, inderdaad. God, hoe heette die ook alweer? Die in die put zit aan het begin. Die Wraith. Ja. Noonwraith en zo, ja. Ja. The Predator. Maar deze Nightweaver is dus een zus van die knappe vrouw die we net gezien hebben. Ja. Ze heeft ook een groot hart, dat zal wel de weak spot zijn. Ja. Daar gaan we. We moesten toch nog iets... Au. We hebben meteen goed geraakt. Yo. Lekker alle aggro op Erik, heel goed. Ja, we moeten nog veel dodgen. Hup, 1300 critical. Ja. Het zijn dezelfde structen beesten. Ja, ah, die criticals zijn echt hard met die sniper, joh. Oh, hij is bijna dood. Hij is al dood. Maar dit misschien steeds twee, dit kan er niet zijn. Nee. Ja. Hé, hey, ik word gegrepen. Wajo. Zie jij dat ook? Ja, maar ik kan niks doen. De Nightweaver, ik zit in de asylum nu. Ik ook. Ja, we worden opgejaagd, hier in de grond. Yo, dit is creepy. Ik ben dood. Oh, nope. Ik wou net een healing item innemen. Ik ben revivebaar. Help. Ja, oh, timing lag. Oh, precies op tijd. Oh, lekker. Waar is ze? Daarboven. Tweede verdieping. Op de trap, ja. Oh nee, die komen weer van die ontploftbeest. Oh, ik heb geen shotgun kogels meer. Nou, nu wel. Ze loopt naar beneden. Oh, je stond in mijn line of sight. Sorry. Hey, ik schoot je bijna dood. Ik gooi mijn heal, super heal. Ja. Het is bijna dood. Hier in de grond, links. Ja. Bam, headshot. Easy. Cursed Dream Silks. Defeat the Nightweaver. New quest segment. Ja. We kunnen die segment teruggeven aan de keeper. In de labyrinth. Ja. We gaan naar de labyrinth. Ja, inderdaad. Twee trade points. Nice. Drie trade points heb ik. Maar ik heb geen trades waar ik in wil investeren op dit moment. Ja, dan zou ik ze gewoon bewaren. Ja, precies. Labyrinth. En dat is dan de Inner Sanctum. Ja, ik bewaar ze gewoon inderdaad. En daarna nog even naar Ward 13. En dan is het mooi. Lijkt mij goed... Kijk, dan kunnen we hier naar boven. Toch? Ja.
kunnen we weer een segment afgeven. Prism Enhancements available ook. Oh, filmpje. Wel die chick al gekker zijn geworden? Ze is weg. Clementine. Ah. Voor jou. Ze is gesublimeerd. You have done well. Clementine's trust is well founded. Twice the corruption infected the system. Die entiteit is gepersonificeerd. Preserve the irregularity for later inquiry. But it festered, grew beyond my sight, and corrupted the core. Even so, it might yet have been contained. Had the destroyer not eliminated this realm's guardian, the labyrinth became unprotected, and my resources stretched thin. With the destroyer as conduit, the corruption spread unchecked from the core to countless realms. I purged the labyrinth. I expunged realm after realm, seeking to restrain the rot. All efforts failed. The system was beyond repair. I must. Too late. Now, a solution has been revealed. Not to me. To him. Nothing. Perhaps that was the intended design. A failed leaf, in case of my own corruption. The index. The index. And how does this help us, exactly? With the index, two new probabilities emerge. Huh. That's good, right? Well, the first probability is that the root wins. Yeah. The corruption is everywhere, but it originates from a single source, a single realm. The labyrinth holds all doors and infinite possibilities. When the corruption spread, the door to their realm was closed, even to me. Oh, en ik loop er maar een beetje achteraan. Ja. Yeah. I can subvert their defenses. From here, it is possible to purge. Oh. That means we kill them, right? The root? All of them this time. For good. We gaan naar de eindwereld. Lijkt het op. Dat is al snel. Maar eerst even upgraden. Ja, maar er is waarschijnlijk wel een fast travel gelijk aan het begin van de nieuwe wereld. Ja, dat mag ik wel hopen, ja. De eindwereld. Het is maar wat. Ja, hier is meteen een save point. Hoppie. Er wordt heel hard geschreeuwd hier. Ja, een beetje hard geschreeuwd. Gaan we even naar Ward 13. Root Earth heet dit. Huh? Root Earth! Dan ga ik toch even kijken, want er stond dat ik een tweede archetype kon kiezen. Oh ja. Waar doe ik dat dan? Waar is die archetype, man? Goeie vraag. Is dat niet die, die dude in dat kamertje daar bij die haven? Daarboven? Ja, ik ga inspecteren. Want bij hem koos je ook die eerste. Die haven daarboven. Ik ga naar boven lopen. Zijn hier ook kinderen aan het spelen? Met die Cursed Dream Silks, wat we van die Nightweaver hebben gepakt. Kan je wel... Ja, wat is het? Het lijkt een soort van shotgun. Een long gun. Oh ja. Hé, hey, ik kan bij die man... Ik kan een Healing Relic Charge upgraden. Of kopen. Dat ik een extra keer die Healing Relic kan gebruiken.
Reset all trade points, kan ik ook bij hem. Oké, okay. Ik wil deze gun wel. Ik ben wel benieuwd wat hij doet. En met die Forlorn Fragment kan je weer een nieuw weapon mod maken. Firestorm. Ja, maar ik kan bij hem niet een skill point ding kiezen. Oh. Dus dat is niet hier. Ik heb er een item voor nodig. Staat hij in mijn Oh, nu wel. Select Engram. Oh ja. Oh. Ik heb een item gekocht bij deze man. Een sniper medal. En ik kan die medal kiezen als ding. En wat dat mij geeft is de hunter archetype krijg ik daarvoor. Ja, wat de hunter archetype doet is meer damage op critical hits. Nou, dat is toch fantastisch met mij als sniper. Lekker man. Ja, dat ga ik doen. Equip. Hup. Oh, dit wapen is wel tof. En die weapon mod die erop zit al helemaal. En daarmee krijg ik ook gelijk nieuwe trades. Oh nee, ik krijg alleen longshot. Even kijken, archetype. Ik kan hem ook nog unequippen om dan weer wat anders in te stellen als ik iets anders vind. Ah, maar dat doe je dus door items aan deze man te verkopen. Traveler. They don't like it when I. I'll see you again, traveler. Dan gaan we even naar die winkels daar beneden nog. Want wat kon je craften met die linnen ding? Ja, moet me even kijken. Echt, ik ben fan. Ik kom eraan. Dus even inspecteren. Sniper nog verder kan upgraden bij hem nu. Nee. Ik heb niet genoeg galvanized iron. Hier bij de chickie is dat, hè? Kun je voor mij wat craften? Ja, jij zal die gun waarschijnlijk niet gaan gebruiken, maar ik heb hem wel gebruikt. Nightfall. Ik heb mijn shotgun dus ingeleverd. Ik zie het, ja. Nightfall gains infinite ammo. Dreadwalker. Ja, dus als je die mod gebruikt, dan kan je gewoon infinite blijven schieten. Zolang die mod actief is. Lekker hoor. Dus ik ga hem nu even upgraden. Kijken of dat een beetje lukt. Oh. En met die Forlorn Fragment kan ik een Firestorm creëren. Ja, die heb ik nu ook al gedaan. Oh, ik heb wel Luminate Crystals nodig om dit wapen te upgraden. Okay, that's all you get. Oh ja, dat was een Remnant 1 ook. Voor boss weapons heb je Luminate Crystals nodig. Ja, dat is goed om te weten. Kijk, hebben die lui hier nog wat gekocht? Nou heb ik te weinig iron. Shit. Hey. Koop die chick nog iron? Want dan koop ik dat nog eventjes. Ga ik nog even een klein beetje upgraden. Deze chick, die verkoopt een Simulacrum. Daarmee kun je je Dragonheart upgraden met die Simulacrum. 7 galvanized iron. Ja, ga ik lekker allemaal kopen. Simulac. Oh, dat ding. Ja, daarmee kun je Dragonheart upgraden. Dat je hem vaker kan gebruiken. Oh ja. Ik heb die Simulacrum gekocht. Dan ga ik nu weer naar die man in die flat. Of in die toren. En dan kun je je Dragonheart vaker kunnen gebruiken. Ah, dat is echt handig. Dat is wel handig. Ja. Oh, ik heb er daar al gewoon eentje van. Dat zie ik nu.
Ik heb nu ook, omdat ik die hunter ding heb gekregen, heb ik nu Hunter's Mark gekregen als extra skill. Ja. En als ik die inzet, dan krijg je increased range en melee damage. En critical chance tegen alle vijanden is verhoogd voor iedereen. Oh, nice. En dat is een passive, of die moet je inzetten? Nee, dat is een ding die moet ik inzetten. Oké. Je hebt plus 1 relic charge, hoppa. En dan gaan we nog even saven bij de crystal. Oh, dat is wel even 1000 scrap, dat is wel kut. Ah, oké. Prism enhancements heb ik ook nog. Health bonus, lijkt me goed. Ik heb nog wat galvanized iron gekocht, voor mijn sniper te upgraden. Oh, die Root weet niet wat ze overkomt straks, joh. Inderdaad, jongen. We gaan hem kapot maken. Even kijken, hier is die man. Ik heb iron gekocht. Kan ik nu mijn sniper upgraden? Nee. Ik ga dat klokje verkopen, want daar die ga ik toch niet gebruiken. 1 iron kom ik tekort. Oh, wacht. Als ik mijn oude rifle verkoop, krijg ik iron. Ja. Komt er maar. Upgrade. Sniper. Hoppa. Nu heb ik hardened iron nodig. Die heb ik toch ook al gevonden? Nee, heb ik 0 van. Oh. Dus dan gaan we maar eventjes hier saven bij de crystals ook. Ik heb geen Luminite crystals meer. Kutzooi. Maar die krijgen we vanzelf. Ja. Even saven. En ja, dan ronden we hier weer af. Zeker. En dan gaan we de volgende keer naar de homeworld van de Root en dan gaan we er een einde aan maken, denk ik. Daar lijkt het wel op, ja. Dus ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja.